Na de succesvolle comeback van de bever vonden natuurbeschermers het hoog tijd om ook de uitgestorven otter nieuw leven in te blazen. Dat gebeurde 10 jaar geleden in Friesland en hier in De Wiede in Overijssel. Ecoloog Huug Jansman van onderzoeksinstituut Alterra doet onderzoek naar het wel en wee van de otter. Vandaag is hij in natuurgebied De Wiede op zoek naar poepsporen voor DNA-onderzoek. Wij doen het al vanaf 2002, het moment waarop de otters zijn uitgezet in Nederland. Dus u bent er al ruim 10 jaar mee bezig? We hebben in de afgelopen 10 jaar, het merendeel van de jaren, de monitoring mogen verzorgen. En hoe vaak ziet u een otter? Ik heb in die 10 jaar veldwerk 2 zichtwaarnemingen van otters. 2 maar? 2 maar. En zelfs met een zender hoorden we ze aankomen, leg je de motor en de boot stil in de kant en je wacht. En ze gaan dodelijk onder water en ze weten precies waar je bent, want ze komen eind verder weer boven. Je hebt niks gezien. Is dat niet frustrerend? Ja en nee. Ja, het is heel frustrerend, want je zou hem ontzettend graag willen zien. Het is een fantastisch mooi dier. Maar de geheimzinnigheid van de soort maakt hem ook erg interessant. Het gaat niet goed met de otter. Sinds 2002 zijn er 40 uitgezet. Maar anders dan bij de bever neemt de populatie niet spectaculair toe. Het aantal otters in Nederland wordt nu geschat op ongeveer 100. Dat hadden er veel meer kunnen zijn. Maar de otter lijkt het af te leggen tegen de auto. Verkeer is bij verre uit de belangrijkste doodsoorzaak voor otters op het moment. Otters zijn dieren die probleemloos 20 tot 30 kilometer per nacht afleggen. En ondanks dat ze de reputatie hebben om zich goed in het water te kunnen vermaken, doen ze toch ook heel veel van die afstand al lopende langs de oever. En daarbij worden wegen overgestoken en met alle risico's van dien. Maar onderzoeker Huug Jansman vindt dat we moeten doorgaan met het uitzetten van otters. Hij is ervan overtuigd dat het dier het uiteindelijk zal redden in Nederland. Dus in de wedstrijd auto-otter gaat de otter winnen. In de belangrijke leefgebieden voor de otter, de natte natuurgebieden, daar zal de otter het absoluut winnen. Maar bij zijn zoektocht naar een nieuw leefgebied, daar zal de auto het misschien winnen. Maar netto is dat de consequentie van hoe wij Nederland ingericht hebben. En zal dat de populatie, hoeft het althans voor de populatie, geen problemen op te leveren. Een dier kan maar aan één aspect doodgaan. Je hebt compenserende sterfte. Een otter die doodgereden wordt, kan niet meer doodgaan aan bijvoorbeeld ouderdom of wat dan ook. En dat klinkt misschien heel abstract en onesthetisch, maar zo kijken wij vanuit de populatie-ecologie wel. Het gaat om de totale populatie en die is nog groeiende en uitbreidend. En dus beschouwen wij het voorlopig nog als een groot succes.